pakken, mijn paraplu. Paraplu, die staat hierop. Oké. Okay. Kijk, dat is nou juist het mooie. Waar zijn Den Helder? Dit is dus de kapitein, hè? Dat is nou een Noorse of een Engelse of een Nederlandse kapitein. Dat was een Schotse kapitein, of een Engelse misschien. Maar dat was voormalig onderwijzer en ik weet niet, er waren in ieder geval hij en nog een ander bemanningslid waarvan je toch het idee had dat hij gewoon echt redenen hadden om wat niet te vaak op vasteland meer te zijn. Hij dronk ook heel veel gin tonic. Hij had het hele schip volgeladen met gin tonic en omzeilde elke douane. En wat was nou zijn reden dat hij weg was gevaren? Ja, hij om hulp te halen. Kennelijk had hij het idee dat, dat wij daar niet goed zijn. Nou, we zaten op die zandbak, dat was ook wel vervelend, want het water dat kwam ook op. En, dus het was mooi kamperen, zolang het allemaal mooi was. Maar dat water kwam op, dat was het niet zo. Nou, hier kon ik dus nog filmen, dus dat betekent dat het allemaal nog rustig was. Ja, dat houdt op een gegeven moment op. We hebben die beluga's weer. Ja, die worden veel gezien zeker. Hè? Maar zijn velen van u daar geweest in die buurt? Ja. We zien ook. Nee, ik heb daar geen beluga's gezien. Nee. Ja? Dat is er bijna. Ja, dat is ook wel vaak gezien. Ja, ja, het is een mooi beest, maar niet zo groot. Hè. Hup, zeehond. Nee. Ja, hier gaan we wel wat meer tekeer. Dat ik dit nog heb kunnen doen. Kort ook nog. Dan gaan we dus door het ijs. Ja. Ja, ik zeg nog wel dat het heel stil was en dat is ook zo. Maar dat, als je stil lag, dan zat er toch een soort zwel in dat water. Je zag niks, maar je voelde het wel. Daar werd iedereen ziek van. Ook die kapitein, dat was gewoon dat was heel onmerkbaar. Ik ging niet zo op en neer. Moet uitkijken. Niels. Het was dus die Noorse boot, de sailors, waar die materiaal bracht. Piet. Onwaarschijnlijke pijp en baard. Maar dit was de oprichter van die Mars. Ja, ja. Met jij een handje? En jij was opzichter. Ik moest filmen, hè? Ja. Ik heb nooit meer gefilmd in mijn leven. Erik Flipsen. Maar hij was best. Grote paal. Hè? Kijk, in hout heb je daar geen gebrek. Ook al is er geen bos, maar het spoelt veel aan. Dit zou wel Siberisch hout zijn. Maar dat was best een operatie. Hè? De Inuit hebben ook meer woorden voor houtsoorten dan wij. Ja, hè? Ja. Ja. We hebben er twee, toch? Den en Grijnen. En waar allemaal? Bezoek. Maar toch even eens verkeerd. Waar is dat? Ja, dat is
dan een helikopter opgeroepen vanaf Longyearbyen? Nee, die kwamen zelf langs. Ja, er wel die, van tevoren was wel radiocontact. Nee, maar toen die hulp... Dat denk ik. Ja. Dat denk ik. Ja, je ziet de rendieren op andere grond. En hier, hier liggen dus allemaal walvis dingen. Ja. Een soort kerk. Ik weet niet of het door de Nederlanders gemaakt is, maar dat weet Laurens natuurlijk wel. Ik dacht deels dat van de Pomoren. Oh ja? Nee, dat ging zonder bestek. Ja. Ik weet niet wat hij daar doet. Die Zonneveld, ik weet niet of je die kent, die van ITC, die was ook nog een paar dagen. En dat die begeleiders van Max en Niels, dat die kaart hadden gemaakt. Tineke, dat is de dokter. Maar zij zijn eigenlijk de hele tijd bezig geweest met die hut. Om hem helemaal goed te krijgen. Ah. Nu is hij weer afgebroken door hun oren. Dus die staat er niet meer. Oh? Een beetje sneu natuurlijk. Ja. Zoveel moeite. Waarom hebben ze dat gevonden? Ja, ik denk om weer natuurlijker te maken. Niet overal. Weet jullie dat? Ja, Maarten, ja, een beetje geopolitieke reden. Ze wilden niet dat daar een basis was om verder het natuurgebied te werken. Dus nu is er eigenlijk niks meer van enige omvang. Dit zijn de drie, de historische rutjes, zeg maar wat voor, van voor 1946 is, dat is allemaal beschermd. Maar dus dat was dit niet. En dan hebben ze ervoor gezorgd dat het ook niet kan. Ja. Dit is Barend, de tweede. Maar als je naar de wc moest, die tussen de Pepper vloedlijn was, dan moest je dus niet meer mee met de geweer. En wat eet deze wezen zomers, die eet? Die hebben het moeilijk, want ik heb ze achter rendieren zien aanrennen, maar dat wordt dus niet. Dus eieren. Ik heb ze wat gras zien eten, maar dat is natuurlijk ook niks. Dus die hebben het echt heel moeilijk. Ja. Misschien dat ze eens een keer kolonievogels kunnen... Ja. Weet jullie dat? Ja. Nou, dat hebben? Ja. Ik heb ze een goede neus gekregen. Ja. Ja, ganzen natuurlijk. Maar ja, als je daar liep, dan kon dus achter dat heuveltje zitten. Hè? Dat was eigenlijk heel vervelend. Dat je wist niet precies waar die was. Je wist dat hij rondhing. En ze lopen ontzettend hard. Het ziet er heel relaxed uit. En dan van die grote stappen. Super. Ik word al, ik weet niet. Ik hoef je niet zo. Van de afstand. De afstand is leuk. Ja, maar dan komt je zo weer dichterbij. En als we gingen koken, dan kwam het natuurlijk weer aan. Dat is leuk. Nee. Nee, ik kon hem steeds uiteindelijk wel wegkrijgen. Met, nou, hij schiet hem naast hem, hè? Ja. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen waar hij gevoelig voor is. Niet van natuurlijk bang voor vuur. Vuur is ook, ja. En die vuur. Nou, we hadden van die blikken van Defensie, van die noodrandschoenen. En
Die kon hij gewoon uit elkaar trekken. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, ongelooflijk sterk. Maar je weet het nou, hè? Links slaan en rechts slaan. 5 kilo weg meenemen. Die tweet. Ja, ja, het loopt zo soepel. Ja, partij. Ja, je beïnvloedt zo'n hele groep mensen, want die zijn er dan de hele tijd in de weer met die beer natuurlijk. Op die dichtbij. Ja. Van, ja. Maar nu sta ik ook bovenop, zie. Dit was geen leuke. Ja, dit was ook een methode. Ja. Hebben jullie ook al geprobeerd met de groep, met z'n allen erop af te rennen en dan... Nee. Helpt dat ook? Ja. Ja, dat geloof ik wel. Maken. Deze was niet zo onder de indruk van alles en nog wat. Dat zul je zo zien. Dat durven ze, hè? Toen er nu een laag overheen was. Ja, dat zag je wel natuurlijk. Maar die zag er wel prima uit aan het eind. Ja. Van buiten. Van buiten, ja, van binnen ook. Ja, ja. Beste, ja, heel wat enthousiast over die. Dit is, dit wordt geschoten, nou gaat hij weg. Huppelen op. Daar houdt hij helemaal niet van. Nee. Ja. Dat is allemaal met een kogelgeweer wat jullie doen. Ja. Allemaal van die oude mousers, maar zijn weer. Nou, dat gaat hij erbij zitten, dus het werkt niet echt. Hij dacht van, nou, dat is, komt er nog meer, dat is wel leuk. En nu ga ik kijken, dit. Kijk, dit is... Let op het gezicht, let op het gezicht. Maar die kleur van die paraplu was ook niet goed, hè? Boer met kiespijn, boer met kiespijn. Hij vond het wel mooi. Ja, dan gaat hij uit zichzelf. Ja, dan ging hij weg en dan kwam hij gewoon de volgende dag hier. Kwamen ze ook erg op de eetlucht? Sorry? Kwamen ze erg op de eetlucht? Ja. En? Ja. Ja, ja, ik moet wel iets bekennen. Nou, Piet is het dus niet. Maar en dan, op een gegeven moment was hij weg. Heel ver weg. Blijvend ver weg. En dan ging Steven en ik spekjes bakken. En dan gingen we de koppenpan naar het raam. Rechtsomkeer kwam er zo weer aan. Maar dat hebben we Piet nooit verteld. Maar dan was natuurlijk gelijk naar Siberië vertrokken. Klik ook, hè, met gekke poten.
Het is eigenlijk een beetje wonderlijke beest. Maar je kunt je wel voorstellen, als je gewoon zo'n moddervet bent, daar past natuurlijk geen wolf bij of zo. Nee. En dat zijn totaal hulpeloos tegen de wolf. Ze zijn zo groot en zo zwaar als een groot schaap. Ja, ze zijn echt heel klein. Meer dan 60? Ja. Hoe lang? Ja, wel. Ja, meer dan 60? Een beetje gedrongen, maar ja, dat zal. Misschien niet te klein. Maar. Ja, het feit dat de kudders zo klein zijn, te maken met kleine voedseldichtheid. Ik denk het wel. Nou, we denken wel dat er gewoon grote groepen te maken hebben met. Als er roofdieren zijn, dus als een soort anti-roofdiergedrag. Je kunt het dus veroorloven om in kleine groepjes te opereren, maar ik denk ook zeker dat het voedsel wat gewoon verspreid is en wat moeilijk bij elkaar te scharrelen valt, dat wel een rol speelt. Zijn natuurlijk de rendieren bevestigd om te kijken hoe ze zwemmen? Bij mij weten niet. De Nooren hebben best wel onderzoek gedaan hier aan die rendieren, maar weet jij dat? Nou, in Burgeralvea zijn er al een paar geweest, ja, die gemeten zijn geweest. Hmm. Maar niet op het Tjeul. En het zijn hele lokale bewegingen eigenlijk. Ja. Ze maken pas echt hele grote trektochten op het moment dat tijdens zo'n populatiecrash, dan zie je dat een aantal overlevers echt een trektocht gaan. Ja. En dat grote afstanden nieuwe dingen voor organiseren. Maar ik begrijp dat er op Spitsbergen valt niet heel veel sneeuw. Dus het waait te hard, dus je hebt altijd nog wel van die plekken waar de wind sneeuw weghaalt. Dat je dan nog wel bij het gras kunt. Dat is een deel van die landschapseenheden kaart. Een goede kaart is dat. Ik zie niet dat pas in 2004 is gepubliceerd. Luchtfoto's. Dus, die zijn hier trouwens. Voor mij bekijken. Hij ontdekt hier van alles. Wat zou een onderzoeksvraag kunnen zijn voor vervolgmodel? Wat? Ja. Voor deze beesten? Nou, ik ben eigenlijk zelf wel benieuwd hoe ze reageren op die klimaatverandering. Dus, of het groeiseizoen langer wordt en of de kwaliteit van het gras een beetje goed blijft. Natuurlijk bij die ganzen die veel kritischer zijn, is dat ook een vraag, Maarten, geloof ik. Hè? Dat als je vroeger begint met het gras groeien, maar dat je dan toch ook in de tijd dat die jongen het nodig hebben, dat dan het gras eigenlijk alweer van slechtere kwaliteit wordt. Omdat het vroeger begon. Je ziet inderdaad, dat schrijven ze hier wel, een toename van het kabeljauw bijvoorbeeld. En dat er ook een connectie door wetenschappers wordt gelegd tussen zeg maar, de temperatuurstijging en de toename van de biomassa, met als gevolg maar de toename van de kabeljauw. Dat is niet steeds meer onderzoek. Ja. Dus wat dat betreft zou je dat daarom moeten zien. Ja, dat zou me niet verbazen. En je ziet dus ook dat in de afgelopen, in die twee gebieden, dat daar het gemiddelde, het aantal rendieren gewoon toeneemt. De grootste temperatuurstijging is in de winter. En in de winter is die icing. Dat kan weer dus mooi warme groentjes. Dus dat lijkt in eerste instantie kunstig. Ja. Maar juist die wintersituatie is onvoorspelbaarder geworden. En we weten het dus echt niet. We moeten daarvoor terug. Dus en die icing dat maar. Iemand die ze daar geteld heeft, zeg maar, jullie zijn de laatste telling geweest. Ja? Ja. Nou ja, op Etzee, ja. Maar ja, dus op die twee op het hoofdeiland. Nee, op het hoofdeiland. Op Etzee is het laatste keer geteld. Burgerlvaria is de hele populatie gecrashed in 1994, 1997, 5 keer op tot de helft afgenomen. Ja? Ja. En op Burgerlvaria is je nooit meer naar die oude aantallen toegegaan. Nee. Maar wat je ziet is dat er allerlei nieuwe kolonisaties hebben plaatsgevonden. Op sommige plekken zijn er weer meer rendieren dan op de plek waar ze oorspronkelijk. Oh, is dat zo? Ja, ja. Oh, dat is het. Er worden ook problemen met icing in Rusland, met die rendievolk.
Maar ja, het probleem is met al die gegevens dat er eigenlijk geen echte langlopende trends zijn. Het zijn allemaal anekdotische verhalen. En ja, we weten helemaal niet of die schommelingen die normaal waren. Maar rendieren hebben altijd gecrashed en zijn weer opnieuw opgekomen. Dat is wel beter. Over de laatste 6000 jaar dat allerlei populaties verdwenen en weer kwamen. Ja, verdwenen en werken, dat is... In Groenland heb je vrij goed gedocumenteerd. Oké. Okay. Ik heb daar gezien met die spiegel, hè? Ja, ja. Die beesten. Ja. Dus dat werd even tot die herwachtige herdier. Die hebben er allemaal toch. Veel wel, maar niet alleen het achterhoofd, gewoon antilopen hebben we dat ook van. Hoe hoogst we zijn in deze fase. Ja. Antilopen valt niet onder het hè? Nee. Maar een eland toch wel? Ja. Het geluid bij deze film uit 1977 is opgenomen op het Arctisch Centrum in Groningen op 28 januari 2013. Op die datum heeft Sip van Wieren, die in de tijd deze film heeft opgenomen, verteld over zijn belevenissen en live commentaar gegeven bij een vertoning van deze film.